Mogen inwoners van Bonaire samen met Greenpeace de Nederlandse staat voor de rechter slepen? Daar besluit de rechtbank vandaag over in Den Haag. Greenpeace vindt dat de staat meer moet doen om eilandbewoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Dick, vandaag wordt dus duidelijk of die inwoners zelf mogen meedoen? Greenpeace heeft inderdaad samen met 8 inwoners van het eiland een rechtszaak aangespannen om die overheid te dwingen tot concretere acties. En de uitspraak van vandaag, want er komt vandaag een uitspraak, die gaat over de vraag of deze 8 bewoners door de rechter ontvangen mogen worden. Of in gewone mensentaal kan de rechtszaak doorgaan met 8 bewoners die zich benadeeld voelen door het uitblijven van die klimaatmaatregelen door de Nederlandse overheid. En als de bewoners niet mogen procederen, omdat de rechter bijvoorbeeld vindt dat ze geen direct persoonlijk belang hebben bij de eis, dan gaat de rechtszaak na vandaag toch door, want Greenpeace is ook een partij en die zal wel ontvangen worden. Maar dan is alleen Greenpeace dus de eisende partij en worden de 8 bewoners wellicht als getuigen opgeroepen. Ja, je hebt gesproken met de 8 aanklagers. Waarom willen ze zo graag meedoen? Nou ja, met een aantal van hen inderdaad. Het gaat om bezorgde burgers, jonge mensen die naar aanleiding van wetenschappelijke studies over klimaatverandering en de mogelijke gevolgen voor Bonaire, daar is nogal wat studie over gedaan, in actie zijn gekomen. En dat is in de Caribische context best wel opmerkelijk. Hè, want je verzetten tegen de zittende macht en je kritisch uitlaten, dat zit niet zomaar in het DNA van de mensen hier op de eilanden. Daar is de geschiedenis van kolonialisme en slavernij waarschijnlijk schuldig aan. Maar de jongere generatie, die vaak ook nog in Nederland heeft gestudeerd, die kijkt toch heel anders tegen deze zaken aan. En dat nog los van het feit dat het weer al enkele jaren aardig in de war is op de Caribische eilanden. Zoals ook het KNMI dat al in een studie heeft aangetoond. Bijvoorbeeld hier op Curaçao is het ook behoorlijk warm. Zelfs de wind is hier warm. Dat is heb ik nog nooit meegemaakt. En ik woon hier toch al 20 jaar. Het zeewater bovendien was in mei al 29 graden. Wat normaal gesproken pas een temperatuur is die nu zou zijn. Nu is het, ik weet niet hoe warm het nu is, maar het zal een paar graden warmer zijn. Steeds meer mensen op de eilanden die geloven dat het echt de verkeerde kant op gaat. En deze jongeren die zijn in actie gekomen. En vrijdag komen ze sowieso in Bonaire opnieuw in actie om erbij te praten over wat deze uitspraak nou heeft betekend. Ongeacht wat de uitspraak dan vandaag is. Spannend is het wel, zeiden ze gisteren tegen mij. En waarom spant juist Bonaire, of liever gezegd inwoners van Bonaire, deze rechtszaak aan en niet op een van de andere eilanden? Je weet dat Bonaire sinds 2010 een speciale gemeente is, die onder Haags gezag valt. Met andere woorden, bestuurd wordt door de Nederlandse regering, net als Saba en Sint-Eustatius. Maar Bonaire is het eerste eiland dat volgens de studies in ieder geval mogelijk deze eeuw al te maken krijgt met een stijging van de zeespiegel, waardoor een groot deel van het eiland onder water komt te staan als er niets gebeurt. Ja, en daar worden mensen toch wel zenuwachtig van, kan ik je vertellen. En wat je net zei, hier spannen ze dus die rechtszaak aan, maar ze zijn echt lang niet het enige eiland waar ze die klimaatverandering merken. Nee, er zijn nogal wat studies die in ieder geval op een aantal zeer verontrustende gevolgen voor alle eilanden wijzen. Zoals het feit dat bijvoorbeeld hier op Curaçao het afgelopen jaar 20% van het koraal is afgestorven. Als gevolg volgens studies van hogere zeetemperaturen. Ja, en uiteindelijk denken ze zelfs hier op Curaçao, maar ook op andere eilanden, dat klimaatverandering de belangrijkste exportpoot van het eiland aan gaat tasten. En dat is toerisme. Wat eist Greenpeace precies in deze rechtszaak als die doorgaat? Volgens Greenpeace doet de Nederlandse staat geen onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op het eiland en bestaat er geen wet of regelgeving of ideeën daaromtrent voor het eiland. En bovendien heeft Nederland tot nog toe heel weinig financiële middelen beschikbaar gesteld om iets te doen aan klimaatveranderingen. En Greenpeace eist dan dat Nederland een klimaatplan op gaat stellen, net zoals dat in Nederland is gebeurd, en de eilanden meeneemt in die plannen voor klimaatbeheersing. Den Haag trouwens aan de andere kant vindt dat ze wel genoeg doet. In ieder geval de vorige staatssecretaris heeft daar het een en ander over gezegd. Die zegt namelijk dat er wel degelijk gewerkt wordt aan klimaatscenario's bij het KNMI. En dat er ook gekeken wordt naar zeespiegelstijging en ontwikkeling van stormen en droogteperiodes. Maar als ik dat allemaal zo oplees, wat ik hier voor me heb liggen van de staatssecretaris, dan is het allemaal maar weinig concreet. En dus, dat vindt Greenpeace ook, en dus staan de partijen tegenover elkaar in de rechtbank. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier.